Beste mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het kan zomaar gebeuren. Je zegt iets en je ziet dat het bij de ander helemaal verkeerd valt. Of je hebt iets gedaan waardoor een ander is gekwetst. Er komt verwijdering. Je ziet elkaar minder. Je praat niet meer met elkaar. En je denkt, was het maar nooit gebeurd? Hoe maak ik het nu weer goed? Een ruzie of een verwijdering tussen mensen is soms zomaar gebeurd, maar wat is het soms weer moeilijk om weer bij elkaar te komen, om het uit te praten en om het weer goed te maken met elkaar? Je kunt er soms moeilijk toe komen omdat je er tegenop ziet, of je merkt dat de ander de toenadering niet wil, eigenlijk nog steeds boos is. Waar mensen de moed hebben om weer naar elkaar toe te gaan en waar mensen openstaan voor toenadering, daar kunnen mensen het weer goed maken met elkaar. Daar gebeurt zoiets als verzoening. We praten het uit, we zetten er een streep onder en we beginnen opnieuw met elkaar. Soms heb je daar iemand voor nodig die bemiddelaar is. Iemand die door beide partijen vertrouwd wordt en die mensen weer bij elkaar brengt. Die net dat zetje geeft wat nodig is om over de hoge drempel te komen. Waar mensen met elkaar leven, gaan dingen goed, maar ook dingen fout. We zijn niet perfect. We maken fouten en we volharden er soms ook in. We willen of kunnen het niet onder ogen zien. Dat we zelf ook wel eens fout zitten. Waar mensen leven met God, daar gaan dingen goed, maar ook fout. Soms denken we aan God, bidden we en proberen we te doen wat God graag wil dat we doen. Maar soms vergeten we Hem ook. Leven we liever even zonder Hem. In de band van van alles en nog wat. Ervaren we God soms ook als een lastige onruststoker. Hoe maken we het goed met elkaar? Hoe maken we het goed met God? Kunnen wij onze fouten weer goed maken? God ziet mensen worstelen met hun tekort, met hun fouten, met hun angst niet meer door Hem geaccepteerd te worden. Dat vindt Hij erg, want God is liefde. En om dat te laten zien stuurt hij Jezus naar ons toe. Jezus laat ons zien dat God van mensen houdt. Jezus laat dat zien door zelf van mensen te houden. Hij houdt er zoveel van dat hij zijn leven in dienst stelt van de mensen. Hij wil ze terugbrengen naar de liefde van God. Hij is zo bemiddelaar tussen God en mensen. Hij heeft er zelfs zijn leven voor over. Als zijn tegenstanders tegen hem te hoop lopen, vlucht hij niet weg, maar blijft Hij staan voor de mensen die hij lief heeft, dat kost hem zijn leven. Hij geeft zijn leven om mensen vast te houden, om ze te redden, om te laten zien dat de liefde van God zo groot is dat zelfs de dood daaraan geen einde kan maken. En zo is het Jezus zelf die mensen terugbrengt naar God, die het weer goed maakt tussen God en mensen. Hij is degene die verzoening brengt, zodat wij weer verder kunnen met God. En niets of niemand kan ons meer scheiden van die God en zijn liefde. Amen.